Dit voornaamseizoen duurt nog maar 1 week om precies te zijn. En ik ga in deze video laten zien wat je allemaal nog moet doen voordat het nieuwe seizoen begint. Let deze video dus goed op en kijk deze video helemaal af. Want misschien dat jij dus nog wat sommige dingetjes vergeten bent in de game. Yes jongens en meisjes, daar ben ik weer voor jullie vandaag met een hele belangrijke video die jullie even serieus helemaal af moeten kijken. Want als wij eventjes naar de Battle Pass pagina gaan, komt deze video op vrijdag online en over 1 week, dus vrijdag 25 augustus, begint het nieuwe Fortnite seizoen. Dus ik ga in deze video allerlei dingen laten zien wat jij nog moet doen voordat dit seizoen eindigt. Dus kijk deze video helemaal af. Laat alvast even een duimpje omhoog achter. Abonneer even op mijn kanaal om niks te missen van het nieuwe Fortnite seizoen natuurlijk. En als je mij nou wil supporten, als je bij wijze van spreken de Battle Pass gaat kopen volgend seizoen, vergeet dan even niet mij te supporten door middel van de code TIS te gebruiken. Want als jij nu de code TIS aanzet, kan jij volgende week de Battle Pass kopen en mij supporten. Dus gebruik de code TIS, T-I-E-S, kortste code van Nederland en België. En als jij hem aanzet, ben jij gewoon een legend. Want als je dus de code TIS accepteert en dan daadwerkelijk gewoon in het nieuwe seizoen gaat winnen of gaat grinden voor crown wins, ga jij heel veel crown wins kunnen pakken. Dus geloof me dames en heren, zet de code TIS aan en dan kom je er vanzelf achter. Want zoals ik al zei, ik ga jullie in deze video laten zien wat jij allemaal moet doen voor het nieuwe seizoen. Dus laten we gewoon gelijk gaan beginnen. En het meest belangrijke is misschien wel zorgen dat jij V-Bucks hebt. Want V-Bucks, daar moet je natuurlijk ja, de Battle Pass mee kopen. Sommige mensen sparen de V-Bucks van de Battle Pass op, wat heel erg slim is. Maar heb je dat nou niet gedaan, dan wil je wel de Battle Pass ja, kopen. Zorg dan gewoon eventjes dat je simpelweg voor 8 euro 1000 V-Bucks haalt. En dan kan je dus gewoon volgende week vrijdag heel simpel de nieuwe Battle Pass al kopen. Dat is eigenlijk stap 1. Dat is eigenlijk de meest makkelijke stap die er te doen is. Maar laten we dan even beginnen met eigenlijk alle items die jij nog kan unlocken voordat ze weggaan. En het zonde is als je ze niet zou krijgen. Dus ja, daarvoor moeten we eventjes naar de questen gaan. Want bij de questen kunnen we eigenlijk alles checken. En laten we eigenlijk al beginnen met de allereerste die bovenaan staat. En dat zijn dus Break the Curse questen. En dat heeft eigenlijk te maken, heeft allemaal te maken eigenlijk met deze mini Battle Pass in de game. En ja, ik heb hem gekocht. Ik weet dat er zijn mensen die hem niet helemaal gekocht hebben of überhaupt niet aangeraakt hebben. Het is puur voor de mensen die hem wel gekocht hebben en misschien nog niet alles unlocked hebben. Zorg gewoon eventjes dat je voor volgende week vrijdag alles hebt geunlocked. Probeer ook even de glider te halen, daar ben ik nu zelf mee bezig. Maar ja, probeer dat gewoon eventjes te fixen. Want het zijn gewoon ja, mooie gratis items die je kan krijgen. En het zou zonde zijn als je de skins zoals deze variant laat liggen. Laten we gewoon eerlijk zijn dames en heren. Want ja, elke skin die je kan unlocken, elk item, elke emo die je kan unlocken is mooi meegenomen. Dus check gewoon eventjes hoe ver je hiermee bent. En ja, eigenlijk zou dit wel heel erg makkelijk al moeten zijn. Want als we naar de quest gaan, zie je dat er heel veel quests te behalen zijn. Dus dit kan je echt wel makkelijk in 1 of 2 middagen heel makkelijk halen. Dus eigenlijk is dat het eerste tipje die ik voor jullie heb. Zorg gewoon dat je deze ja, mini battle pass geunlocked hebt. Als je dat had gedaan natuurlijk. En dan gewoon even alles haalt. Zoals ik al zei, ik ben voor die glider bezig. Die moet ik nog eventjes halen. Maar dat is eigenlijk het allereerste dingetje van de rewards. Dan gaan we door naar de tweede questen. En dat zijn eigenlijk de Paradise Musicals quest. Ik heb deze ook nog niet helemaal af. Maar zoals ik al zei, ik ben zelf ook bezig met alles nog een beetje te halen. Zodat ik gewoon met een goed gevoel dit hele seizoen af kan sluiten. Maar de Paradise Musicals quest kunnen we eigenlijk ook terugvinden bij de Battle Pass pagina. De ene laatste hier zo. En zoals je kan zien, ik moet daadwerkelijk nog 1 challenge doen. En dat is dus Travel from Kenjutsu Crossing to Naughty Nets without touching water. Dat moet niet heel erg moeilijk zijn. Dan heb ik namelijk allebei ja, de varianten van de skin en alle andere items. Dus ja, het is gewoon heel erg mooi als je dit ook meepakt. Want ja, je krijgt dus gewoon een skin gratis uiteindelijk. Met ook nog eens een andere variant. En het zou toch zonde zijn als je deze gewoon vergeet en laat liggen. Want het scheelt toch wel weer wat, dames en heren. Laten we gewoon eerlijk zijn. Dus ja, check even of je deze al gedaan hebt. Het zijn echt geen moeilijke quests. Want ik heb hier niet eens naar omgekeken. En ik heb ze daadwerkelijk dus al heel erg makkelijk gehaald. Behalve dan natuurlijk deze. Maar die gaan nog gefixt worden. Want ja, misschien win je ooit een fashion show met deze skin. En het is zonde als je deze dus niet zou hebben. Maar goed, dan gaan we even kijken bij de volgende questen. Dan hebben we namelijk nog de Reboot Rally quest. Die heb ik zelf niet gedaan. Ik denk dat ik deze ook skip. Want volgens mij komen deze op een later moment in de itemshop te koop. Maar als je ze nou wel gratis wil krijgen, kan je ze natuurlijk hier gewoon zien. Je krijgt een wrap, een backbling, een pickaxe. En ja, volgens mij een emote. Maar als ik het goed heb, komen deze later in de items op terecht. Waardoor je ze wel moet kopen, I know. Maar als je nou echt daadwerkelijk gratis wil, heb je hier nog even kijken een week de tijd voor. Dus dat moet precies eindigen als dit seizoen stopt. Dus hé, je weet nu wat je moet doen. In ieder geval, die challenges staan hier ook. Zou zonde zijn als je ze niet meeneemt, als je er toch al mee bezig bent. Maar goed. Dan, ja, eigenlijk moeten we dan naar de Battle Pass toe gaan. Want we hebben hier natuurlijk eigenlijk allerlei dingen die jij moet unlocken. Laten we als begin beginnen met natuurlijk de normale Battle Pass. Nou ja, ik koop hem altijd 100%.
Ik weet dat mensen dat niet altijd doen, want het kost gewoon echt heel veel geld, laten we eerlijk zijn. Maar heb je de Battle Pass nou nog niet unlocked? Ga dat dan eventjes doen. En dat moet nu echt heel makkelijk te doen zijn met alle normale quests, zoals de Daily, Weekly en Milestones quest. Want zoals je kan zien, je krijgt hier gewoon letterlijk 1 level per up. 20.000 XP, 30.000 XP, nog een level up. Oftewel, jij kan nu echt denk ik 1 middag of 2 middagen alle challenges wel doen van de Battle Pass. En dan ben jij tier 100. Heb je in ieder geval de tier 100 skin, wat natuurlijk gewoon insane is. Maar ja, dat is logisch. Laten we eerlijk zijn. Dat is gewoon logisch. Wat minder logisch is, is als je wat minder tijd hebt, is dat jij de bonus rewards unlockt. Want je hebt daar 6 pagina's van. En 3 pagina's daarvan zijn de supercells. En ja, de rest van de pagina's zijn andere varianten van skins met gliders, pickaxe, etc. Nou, ik heb deze alle 6 geunlocked, zoals je kan zien. En het simpele wat je daarvoor hoeft te doen, is daadwerkelijk gewoon level 200 te worden. Nou, ik ben level 242. Ik heb dit seizoen echt minder gespeeld dan normaal, omdat ik dit seizoen wat minder vond dan andere seizoenen. Maar het enige wat je dus hoeft te doen om alle bonus rewards te krijgen, waaronder dus ook alle 3 de pagina van de superstels, is gewoon level 200 hitten. En ik denk dat dat de meeste ook wel kunnen doen, omdat dat ook best wel te makkelijk te behalen is. Dus ja, laat even in de comments weten welk level jij bent, want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus dat weet je nu ook. En iets wat ik zelf nog wel moet unlocken zijn de quest rewards. En ja, daar moet je heel erg simpel gewoon questen voor doen. Ik heb bijna elke pagina wel unlocked, behalve de laatste variant van de pagina nog niet. Dus daar moet ik gewoon nog even voor gaan zitten. Ik heb deze glider ook nog niet unlocked, maar dat ga ik gewoon volgende week eventjes doen als ik niks te doen heb. Want ja, het zijn verschillende stijlen nog van ook de musicals, zoals je kan zien. Dus deze moet ik wel eigenlijk eventjes hebben. Maar goed, dat ga ik nog fixen zoals ik al zei. Dat zijn ook maar 4 pagina's en dat kost wel wat, gewoon wat meer werk. Want zoals je kan zien, moet je daar gewoon weekly quests voor doen. Maar hey, die gaan easy gehaald worden, kan ik jullie vertellen. No worries, dames en heren. En ja, verder eigenlijk heb ik hier bij deze Battle Pass pagina niet heel veel meer te vertellen. Wat je wel nog eventjes kan doen is naar questen gaan. En zelf nog even alle questen unlocken als je dat helemaal afgevinkt wil hebben. Dan kan je natuurlijk ziek veel level up gaan. Sommige mensen zijn al level 400. Maar ja, je moet zelf maar even kijken of je dat wil doen. Ik doe dat persoonlijk nooit. Ik probeer gewoon de quest te doen, zeg maar. Die ik dus nodig heb om de quest rewards te behalen. Maar dat komt verder wel goed. Dus dat gaan we sowieso wel tegen die tijd nog even halen. Want we hebben nog gewoon een week. Maar verder, ik weet ook dat er altijd een aantal mensen zijn die misschien niet de Battle Pass kunnen halen, omdat ze of geen V-Bucks mogen uitgeven, of er misschien op dit moment geen geld voor hebben. En daarom wil ik weer een leuke giveaway voor jullie doen, omdat ik, ja, als het nieuwe seizoen dropt, een aantal mensen ook een Battle Pass wil geven. Dus, wil je nou kans maken op de nieuwe Battle Pass die volgende week uitkomt, daar moet jij gewoon een paar stappen voor doen. En ik heb al een paar stappen uitgelegd. Het is heel erg simpel, jongens en meisjes. Ga even naar de itemshop voor stap nummer 1 en gebruik even de supporter creator code Ties. Als je de code Ties gebruikt, support je mij natuurlijk enorm. Kan ik vaker giveaways doen, waaronder ook deze giveaway die natuurlijk heel erg lijp is. Dus, gooi even de code Ties aan, accepteer hem even, heb je stap nummer 1 gedaan. Stap nummer 2 die je moet doen is even abonneren op mijn kanaal met dat belletje aan. Dan geef ik u nu even de tijd voor als je het nog niet hebt gedaan, dus doe dat nu eventjes. Mis je niks van de nieuwe video's in het nieuwe seizoen, dus zet die sowieso even aan. Laat even een duimpje omhoog achter, had je ook al kunnen doen, dus doe dat nu ook eventjes. En comment dan jouw Epic Games naam in de comments en dan ga ik jou misschien wat toevoegen. Kan ik jou gewoon een hele mooie Battle Pass giften als die uitkomt, dames en heren. Ik ben echt super hyped voor. Join ook even mijn Discord, want in mijn Discord bespreken we ook allemaal lijpe dingen. Die staat in de beschrijving, dus join die ook even hier beneden. Is gewoon gratis, kan met mij chatten, kan met kijkers chatten. Dikke SO naar iedereen die dat heeft gedaan. En dan moeten we nog een weekje geduld hebben. We hebben dus nog een week de tijd om dit allemaal te unlocken. Alles wat ik nu net heb uitgelegd, heb ik nu nog 1 week de tijd voor. Dus succes, ga je even kapot grinden dat je alles hebt geunlocked van dit seizoen. En dan bedankt jullie nu voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe short en video. Dus tot morgen, dames en heren. En ik hoop dat jullie wat aan deze video gehad hebben. Dus dikke love naar jullie. En tot morgen, jongens en meisjes. Later.